Ja, en voordat we deze keramiek beginnen, net zoals bij de RKC-keramiek, met de ijs of de dingen waar we moeten ons moeten houden aan dit seizoen. Eén probeer binnen twee jaar kampioen te worden met dit elftal, natuurlijk, dat moet wel lukken. Binnen twee jaar, Twente weer terugbrengen naar de top. Daar hebben we op twee, werk met de jeugd, eigenlijk hetzelfde als bij RKC. Bij RKC, dat is ons goed gelukt natuurlijk met Greco en zo. En drie, haal een club naar de club. Dat kan natuurlijk uh, een spelende zijn. Of gewoon een, iemand die bij de club gespeeld heeft. Dat kan ook zijn, natuurlijk, uh, als assistent of zo. Vier, na twee seizoenen naar een middenboot in het buitenland. Nee, na, na, ja, na twee seizoenen gewoon naar de middenboot in het buitenland. Dat dus, dat zijn de top vier uh, eisen waar we ons moeten houden. Ik zou zeggen, kijk me veel zien in deze video. En uh, ja, tot zo. Yo mensen, tot op deze video. Mijn naam is Wesley van Vibor1999 en we weer een nieuwe bed van Marwijk-Krijnmoot bij FC Twente. En onze <coughs> eerste wedstrijd van vandaag is de wedstrijd tegen FC voor de KVB-Beken met heel veel, aan, oh, heel veel aanpassingen. Mendes in de basis, Sakuri in de basis, voor Costa's en Elia. Nebucilio <coughs> in de basis, de plaats van Bellasani. <coughs> Echt even een paar aanpassingen natuurlijk naar aanloop. Van die wedstrijd, wat toch ja, een makkelijke wedstrijd lijkt te gaan worden. Wel uit. Dat is wel misschien een nadeel. Maar goed, dit elftal wat dus gaat aantreden. Leemans en Lestien nog steeds geblesseerd. Leemans komt wel op de weg terug. Dus laten we hopen dat hij weer snel bij de groep kan aansluiten. Maar goed, maar eerst gaan we de wedstrijd tegen FCM spelen voor het KFB Bekentoernooi. Smeets. Smeets en Zie je, is de basisplaats voor hem. Voor Hebben De Groot. Terug op Hebben Goed. Komt gelijk de kans, gelijk gevaarlijk. 20 minuten gespeeld, Ebersilio. Geeft de bal voor, gekopt. Veendorp kopt de bal weg. En uh, Smeets behoudt de bal niet. Jansen. Nu weer uh, FCM eruit. Tjagon. Brunet. Pané en onderscheid de Meulensteen. Goed, geen overtreding. Twente heeft de bal weer. Mbaye. En Mbaye, en Smeets. Mbaye. Geeft de bal goed op Aitor. Aitor, kan die bal goed voorgeven? Kan het zomaar 1-0 Kans op 1-0 worden. Kopbal weggehaald te bakken. Hoekschop dus voor fc Twente. Genomen door Mendes. Kort genomen. Gaat richting Aitor. Aitor. Zeruki, Zerouki, Hoe je het ook uitspreekt. Met name ben ik niet helemaal 100% goed in. En nu is Emmer er weer uit. Penna. Bos. Meulussen en achtervolging. Nog steeds 0-0. En het toch wel lastig lastige wedstrijd lijkt het voor uh, FC Twente. 0-0 in de 30ste minuut. En Emmy die bijna de kans krijgt. Maar de Groot die er weer goed tussen. Zit Smeets. En Ebersido vinden elkaar goed. Aitor. Goede paas richting Zerouki. Uh, Zerouki. Zerouki voor het doelpunt. Hij geeft hem af. Hij gaat hem afgeven. Vente. En het is 1-0. 33 e minuut. En Vente maakt 1-0 voor FC Twente. In deze bekerwedstrijd. om aangeven van... Zerouki, of Zerouki, Zerouki. En het is uh, de mooie 1-0 van Dylan Vente, de man van FC Twente. Tussen de 37 minuten. En ik bedoel, Twente heeft uh, kleur gezien. Wil gelijk al richting de 2-0, Vente. Gaat het dan zomaar lukken? Hier Aitor, Aitor aan de van Telgekamp Of Telgekamp, sorry, Telgekamp. Nog vijf minuten te gaan. Officiële speeltijd. En nog steeds die 1-0 voorsprong. Doelpunt van Vente. Aitor hier. Aitor. Mendes. Terug op Aitor. Ja. Geen buitenspel. Toch buitenspel. Nee. Geen buitenspel. Dan komt de 2-0. En het is 2-0. Dylan Vente. Weer hij. En dan kan het snel gaan. Mooie paas. Mooie voorzet van Aitor. Nog net binnengehouden. Geen buitenspel. Op het randje denk ik. En dan is het uiteindelijk toch 2-0 van Vente. Tussen de tweede helft. Waar Vente weer hier doorgaat met Smeets. Vente nu een de bal nog. Vente. geeft ervoor Zarouki, 3-0 en over en uit. De man die zijn debuut maakt in de basis mag uh, zijn doelpunt maken. Zijn eerste doelpunt ook volgens mij voor FC Twente. En het is de mooie 3-0. De afsluiter zou je wel kunnen zeggen aan het begin van de tweede helft pas. Gaat Twente door waar ze gebleven zijn aan het eind van de eerste helft. In ieder geval is het nou de, doeltrap, de doeltrap. de doeltrap, de, de, de aftrap nu weer van Emmen. De Vos. Pagnet. Pane. Pane. of John. Tja, Bijna onderscheid. De verdediging eh, laat soms ook wat zeker vallen bij FC Twente. En bij Jansen, kans voor FCM. En er komt er ook een doelpunt aan. 1-3. We staan nog voor. Elia komt erin voor Aitor. Toch nog even een basisspeler in de, in de helftal. Maar toch ook een doelpunt voor Wat niet te gehoeven. 58 e minuut. Bos. En we die meer de aanval zoekt nu. Dus de 3-1 nog steeds achter staan, maar toch weer wat kansen krijgen in deze tweede helft. Hier de kans in de van Drommel. Goed gedaan door de doelman van Svit Twente. Vente, goed. Smeet nu. Smeet, mooie bal op Elia. Elia de invaller, Elia. Kan niet wat doen aan die kant van het veld. Andere kant nu, dit keer dus. Elia. Elia voorgeven. Goede voorzet, Vente. Bijna voor zijn hat-trick. Maar de bal zit erin. Ja, hij zit erin. 4-1. Dylan Vente. Ik dacht dat hij er niet in zat, maar hij is uiteindelijk dus wel. Dus we komen op de 4-1 voorsprong. De hat-trick voor Dylan Vente. En een mooie. Goeie voorzet van El Giroelia. En dan is het ja, binnenkoppen. Ook 4 nog door de doelman. Hè? Maar goed, het is wel 4-1. Nog 10 minuten te gaan. Iets meer. En Twente is de aanval alweer kwijt. En gaat nu weer emmen in de aanval dit keer. Pannier. Het werd nog spannend natuurlijk in de tweede helft. Emme kwam heel druk heel, heel vaak uit. Hier wordt de bal goed weggehaald door FC Twente en Bayern. Elia. Terug op Mbaye. Nee, op uh, Smeet. Het kan Smeet. behoudt de bal niet. Bal voor FC Emmen. Jansen. Jansen. Elia zet druk. De bal nog steeds voor Jansen. Goede voorzet. Weggehaald. Hier de bal bij Mendes. En neemt Goed. Goed. Zerouki. Boeren. Ook dat is een invallen van Vente nu. Boeren. Zerouki. Kan hij zijn tweede maken? Nee. Meulensteen ook niet. Tegen Telgekamp tel die hem uh, weet te redden. En ja, het is versneld. En dan weten jullie het al. We gaan deze wedstrijd winnen. We zijn door in het kvb beker -toernooi. We hebben begonnen van FCM En dan wachten we onze volgende wedstrijd in de Eredivisie. Laten we hopen dat we die ook natuurlijk weer goed kunnen afsluiten. Om richting het kampioenschap te gaan. Want dat willen we dit seizoen al wel bereiken. Bij FC Twente. Of we dan twee seizoenen blijven, weet ik niet. Ik denk het op zich wel. Of gewoon een heel jaar en een half of zo. Moet ik even kijken hoe het zit. Hoe we het gaan doen. Bro, laten we gewoon hopen dat het... Een mooi seizoen wordt voor FC Twente. 31 punten bovenaan. Uh, Groningen moeten we nu tegen. Die staat op nummer 4. Uh, dus eigenlijk moeten we gewoon een Persconferentie voor de wedstrijd. Waarom gaan we Lijnhand niet zien? Nou, omdat ik dat gewoon geen basisspeler vind. Ik heb mijn basis zelf staan zoals ik het heb staan. Jullie weten het. En dan ga ik niet uh, alsof ik op nog spelers eruit halen of erin, oh, of, of erin zetten. Dus het is gewoon de elf die er staat. En de basis zelf gaan het doen tegen FC Groningen. Aitor. Venten gelijk gevaarlijk. Vijf minuten gespeeld. Vente het is de man van Twente waar je moet oppassen. Aitor. Doelpunt uh, Twente. Thuis, al vroeg. Tegen Groningen. 1-0. E en het is Aitor op aangeven van Dylan Vente. Hij kan ook assist geven Dylan Vente. Hier een mooi paas. En het is het afmaken. En is het boom. En is het 1-0. Uh, e Zeven minuten gespeeld. Groningen is een beetje de weg kwijt. Hier ook weer. Bella Sani Onderschept goed. Vente raakt de bal wel weer kwijt. De bal weer voor FC Groningen. Doan. Ze toen nog bij Groningen. Kutmansson. Onderschept door De Groot. Elia. Bellassani. Bellasani. Goede paas richting De Groot. Goed. De Groot. En de bal kwijt. Wel ingooien voor de FC Twente. Bellassani. Elia. Goed. De Groot. Krijgt hij de bal verder? Ja. Bellassani. Goed. Vente. Nou, Vente voor de 2-0. Nee, de redding van uh, Pat. Hoekschop wel voor FC Twente. Elia. Aitor. Aitor voorzet, weggekopt door Oberlin. En dan hier ook niet door de aanvallen van Twente binnengekomen. Meulensteen vangt de bal op daar. Meulensteen en Bayen. Goeie paas bij Aitor. Aitor. wel weggekopt, de bal opgevangen. In ieder geval weer bij El -Massawidi. Nu heeft ze Groningen weer een aanval, is het weer even dreigend. Uberlin, goed onderschept door Bellassani. Nu Groningen of Twente weer. Elia raakt de bal kwijt. En dan Vinter met een harde tackle. In de twintigste e minuut. En het is hem gelukkig geel. Dus geen rood. Dus hij wordt niet direct van het veld gestuurd. De belangrijke man van fz Twente. 36e minuut nu. Vlak voor rust. Nog steeds de, de ene voorsprong. Waar wij wel weer de kansen krijgen hoor. Ook met Luc Castagnos. Opnieuw de corner. Nu Bellassani. Geeft hem voor weggehaald door de verdediging. Hier bij uh, Gudmundsson. Gudmundsson. Nu even de verdediging daar weg natuurlijk. Omdat alles uh, in iedereen mee kan van de corner doan Gudmundsson is weg. Gudmundsson wordt weggestuurd. Gudmundsson voor de gelijkmaker. Moeten verdediger worden. Oh, dit is apart gedaan en mooi gedaan, zou je bijna kunnen zeggen. Want het is de gelijkmaker. Ze staan weer gelijk, jammer genoeg. En is, eh, nog even een keertje zien hoe hij Hoe gaat hij hier langs? Hup, heel makkelijk weggezet, de Groot. Dat is ook wel de, ja, toch een beetje, ziet dat de Groot nog een jeugdspeler is. Want hij wordt hier makkelijk weggezet door Gudmondson. Dat is echt uh, niet te geloven. Maar goed, jammer. Maar goed, dus we gaan gelijk maken voor rust. En laten we hopen dat we de tweede helft, of misschien nog zelfs de eerste helft, denk ik niet. Laten we hopen dat we de tweede helft gewoon uh, die drie punten binnen kunnen slepen. Want die moeten we moeten wel winnen tegen de nummer 4. Zo kunnen we die weer ook achter ons laten. Maar goed, we gaan even kijken of we de spelers gaan wisselen. Ik denk het niet. Uh, Jawel, ik ga wel een speler wisselen. Ik ga Dylan Vente uithalen voor Oosterwijk. Dylan Vente, ik wil hem sparen. Dus ik wil niet dat hij geel krijgt, want hij is een belangrijke speler. Je zou zeggen, waarom haal je een belangrijke speler nu uit? Nu op het moment dat je moet scoren. Ik wil gewoon niet dat hij rood pakt. Castanhos. En we weten dat Castanhos ook natuurlijk belangrijk kan zijn. Oosterwijk. Oosterwijk. heet hem op Aitor. Aitor. Oosterwijk. raakt ja, de bal kwijt. De bal nu hier. En Bayern nog. Goed. Aitor. kan hem ook nu controleren. Absalom, Absalom, Memovic. Onderschept door de Oosterwijk. Het is uh, Oosterwijk. Aitor. Kans nu. Hens. Zou je hier kunnen zeggen. Het kopbal nog van Jarowi. Opgevangen daar. Want daar ging er niet in. Castaños. Elia. El Giro Elia. Ja, die man is ook een gevaarlijke man. Die, uh, die we ook natuurlijk uh, kunnen laten schieten. Elia. Doan. Krijgt de bal niet verder. Bellassani heeft onderschept. Bellassani van afstand. Bal kwijt. Nu Groningen misschien een keer er goed uitkomt. Laten we hopen van niet zegt. De verdediging moeten we even goed neerzetten. Oosterwijk krijgt de bal per toeval terug. Castaños Oosterwijk moet hem scoren. Oosterwijk, hij maakt hem. De vervanger van Vente kan het ook 2-1 voor het FC Twente. 57e minuut. En we staan 2-1 voor. En ja, hij kan het dus ook, jongens. Oosterwijk. Bellazaan. Mastiva. Oh ja, sorry, de namen. Neem me echt niet kwalijk dat ik dat verkeerd uitspreek. Orlin, El Massouidi, Doan. Bijna nog onderschept. Doan komt de bal nog verder. Ja, en Baaien zit ertussen. Verdedigen is ook niet helemaal lekker. Haroui behoudt de bal nog wel. Aitor. Aitor nu geeft op Haroui. Nee, daar gaat hij niet heen. Daar had hij wel heen gemoeten, uh, 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 Aitor. Naar Haroui. Maar dat ging hij dus niet. Kastanje onderschept. is goed. Elia dan. Elia houdt onderuit gehaald. Vrij trap. FC 20. Geen kaart versus Groningen. Maar hij wordt wel even flink onderuit getrappeld, Joe Twee minuten extra tijd. Of twee minuten officiële speeltijd. Maar goed, jullie weten als het versnelt, is dat het al einde verhaal is. En dat we gewoon de wedstrijd winnen met 2-1. Maar 2-1. Van FC Groningen. Dat betekent dat we ook drie punten erbij kunnen schrijven. Dus op vier... Even kijken. Op 34 punten komen in de Eredivisie. Dat is natuurlijk helemaal, helemaal, helemaal top. De volgende aflevering... Of de volgende wedstrijd, dat zie je ook in deze aflevering. Is de wedstrijd. Even kijken. Dat weet ik niet in mijn hoofd, want ik ik ben niet zo dat ik alles gelijk weer weet wat, welke wedstrijd ik gespeeld heb. Dat is de wedstrijd. Is even een trainetje doen. Dan gaat um, Zeroekie. rookie gaat omhoog. Iets. En dan gaan we even kijken. Uh, Hongarije gaan we ook weer spelen. Ik ga één wedstrijd simuleren op de Hongarije. En morgen zien jullie weer één wedstrijd die ik speel. We verlengen ons contact bij Hongarije. Dat zou alleen zijn tot het WK. Want na het WK gaan we weg. En de volgende wedstrijd in deze aflevering. Volgende de laatste wedstrijd in deze aflevering. Is de wedstrijd tegen Herakles. Daarna hebben jullie nog een. Dat ik simuleer met uh, Hongarije. Of simuleert ik naar allebei met Hongarije? Ik heb geen flauw idee. Maar goed, dat zie je nu zometeen. Dus spelers die weggaan, weer eens in het land. Ook Dilla gaat mee met Nijl zelf al. Dat is voor Dilla natuurlijk alleen maar mooi. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen tegen Herakles Almelo. Oh, er komen geen spelers op. Dat is ook leuk. Laten we gewoon doorgaan. Want FIFA is echt soms een beetje aan het glitchen. Noem je dat zo? Volgens mij wel. Maar goed, we gaan gewoon kijken wat we kunnen gaan doen. Nie Rosman. Onderschept weer bijna hier door Bellasari. Hardeveld, Echt, die ga ik niet aan wagen aan die naam. Aanval, Ramirez, Kroester. Aitor, goed tussen. Aitor, Castanjos. Nu Twente gelijk. Gelijk Vente. Gelijk die bal op Vente. En uh, ja, Brouwer weet dat Twente heel gevaarlijk kan zijn. Dus die komt vroeg zo'n doel uit. Had een keer fout, Brouwer. Bellasari. Onderschept goed. Haroui. Haroui. komt er nog knap langs daar. Castanjos, Haroui. Vente. Weer venten nu aan de bal. Herakel is gelijk aan het verdedigen geslagen. Aitor. Goeie voorzet. En de bal uh, via Rosman over de zachte lijn. Is het doel is het een hoekschop. Hoezo wordt genomen? Door El Kort genomen. Gaat richting Aitor. Helemaal richting Bellassani. Nou, dan komt de bal er ook niet aan. Niemeyer. Kans nu voor... Uh, nee, onderschept. Goed gedaan. Haroïde. Zag je aankomen. Castaños, Castanjos. Venten nu wel. Keeper kijkt die bal aan het doel. En het is 1-0 voor FC Twente. Dylan Vente in de tiende minuut voor FC Twente. Komen we op voorsprong. En weer Dylan Vente zijn zestiende doel met de de divisie. Hij is echt de topscorer van Twente dit seizoen. Nu al. Zijn we niet eens, het seizoen is niet eens afgelopen en hij doet het goed. Hij deed het erbij natuurlijk bij Ekkers heel goed. Samen met Ricky van Wolswinkel toen de tijd in de spits. Nu dus samen met Castaños en Elian onder in de aanval. Hij doet het ook perfect. Hij kan onder elke omstandigheden met iedereen samenspelen. Als ze Vertrekken bij FC Twente is hij een van de spelers die meegaan. En ik ga ook proberen Greco dan naar die ene ploeg te halen. Waar ik dan ga spelen in het buitenland met uh, Bert van Marwijk. Want ja, hij heeft Greco wel uh, groot gemaakt. Hè? En de groot ook. De Nederlander. Heracles nu. Onderschep hier goed door Dylan Vente. Die net de een minuut nu. Castaños. Aitor. Vente. Vente. Goed. Behalve op Aitor. Aitor voor de 2-0. Nee, weer onderscheid door Knoester. En nu de bal binnengehouden en de bal met de handen van Brouwer. Tussen deze is bijna afgelopen. De eerste helft, wat we verstaan, is het nog steeds die 1-0 voorsprong. Dat doelpunt van Dillenventen. En wacht ons de volgende tweede helft nog. Om te kijken of we het nog kunnen uitbreiden natuurlijk. Of Heracles nog terugkomt. Dat kan ook natuurlijk nog niet mijen. Ramirez. Knoester. Niet mijen. Of voorgeven. Haroui. Bellassani. Vente. Goeie paas richting Aitor. Aitor. Aitor kan hij hem uh, bijhouden. Hij loopt terug. Dan heeft hij de bal nog steeds. Aitor. Voorzet nu. Goeie voorzet. Iets te hard. Elia. In de handen van Brouwer. In de extra tijd had het zomaar de 2-0 kunnen worden. Maar de bal ging over iedereen heen. En Elia schoot hem in handen van Brouwer. En zo is de eerste helft afgelopen. En is dus de 1-0 door doelpunt van Vente. En wachten we ons nog een hele tweede helft. Om nog uh, het kunnen uit te breiden. Of nog gewoon kunnen blijven verdedigen. Want ik kan ook maar zo blij zijn dat het 1-0 blijft natuurlijk. Bellasani. Goed, Vente. Nou, nu dan. Castagno bereikt de bal niet. Brouwer met de bal klem. Brouwer nu met de doeltrap. Of doet op de uittrap. Opgevangen door Haroui. Die een uitstekende wedstrijd speelt, die middenvelder. Oud-middenvelder van Sparta. Bellassani, nu. Bellassani, Haroui, nou, bevestig het maar met een doelpunt. Nee, dat lukt hem niet. Bellassani, Vente, Haroui. Ja, dan moet je de bal wel aan geven nu, Bellassani. Bal bij Vente. Nou, Vente voor zijn tweede. 2-0 Vente. Weer een doelpunt erbij op de, de topscorerslijst van Dylan Vente. 2-0 Het voor mij nou fijner. 2-0 twente. Ik ben een beetje de feyeno wordt gewend, maar goed. 2-0 twente. Mendes in de aanval. Quartier nog te gaan. Vente voor zijn derde. Nee de bal op de lat. Hij raakt het aluminium. 10 minuten nog. En Heracles die ook nog een antwoord wil geven. Komt er dan nog een doelbeurt voor Herakles? Lang niet gezien. Helemaal niet gezien deze wedstrijd. De bal in de handen van Drommel. Maar het is een strafschop. Overtreding van de verdediger. Ja van de verdediger. Ebersilo komt erin voor Elia. Dat is ook een grove overtreding, geen rode kaart, maar wel de strafschop. Elia naar de kant, zijn vervanging is Ebisilio. En het is Drommel of Dessus. En het is Dessus, het is de 1-2. Het hangt weer op het draadje. Moeten we wel de 3-1 komen om het nog zeker te stellen. Smeets. Komt hij hier dan? Ebisilio, de man die erin kwam voor Elia. Ebisilio. Goeie paas. Smeets. Smeets. Castaños. Nou, Castaños schiet er maar in. Mooi doelpunt van Luc Castanjos En het is 3-1 voor FC Twente. Terecht. Wint Twente hier met 3-1. Castanjos met een prachtig doelpunt. Zo zien we hem niet hè. En zo zien we hem bijna elke wedstrijd. Nu dus hier weer. Vente nog met de 4-1. En ja, top. Vente nog met een doelpunt. En bij zijn trek alweer deze aflevering. Het is echt ongelooflijk. Vente is on fire. En um, het is gewoon een topwedstrijd. Topwedstrijd, topreeks uh, top, top, top van Herenveen winnen. We hebben van, nee, niet Herenveen van Emmer gewonnen, van Groningen gewonnen en dus nu van Herakles. In de extra tijd is het wel zo, beslist 4-1 overwinning dus. Komt nog de kans, nee, de bandenvoeten van Hardeveld. En dan winnen we de wedstrijd met 4-1 van Herakles. Er wacht ons natuurlijk nog de volgende wedstrijd, een wedstrijd Dun met fc Twente. Maar goed, hebben we hebben eerst de Interlands van Hongarije. Ik weet niet of ik die allebei ga simuleren of of ik er eentje van simuleerd heb. Voor mij heb ik ze allebei gesimuleerd. Gaan we weer even spelletjes trainen. Nou, dan gaat uh, Zahoekien nu omhoog naar 64 algemeen. De groot bijna 72. Meulensteen gaat ook richting. Gaat ook lekker. Nou, waarom speelde ik niet? Omdat je niet helemaal niet de beste bent. Eben Silo ik was dus echt teleurgesteld. Oké, okay, nou, je, je hebt toch gespeeld. Waarom ben je dan teleurgesteld? Vraag ik me af. Oké, okay. maar Leemans is terug. Dat zien we dus weer vanaf de volgende aflevering dat hij terug is. Maar goed, dat zien jullie de volgende aflevering weer. Dat is morgen. De FC studenten Ik bedankt voor het kijken. Ik simuleer tegen Polen en Mexico trouwens. Ik weet niet of jullie dat op deze aflevering zien. Volgens mij wel. Hongarije-Australië simuleren we. Die winnen we met 2-1. En dan is het tegen Polen. Of tegen. Uh, voor mij naar Polen. Dat was Hongarije. Uh, Australië. En dan gaan we de volgende tegen Mexico ook simuleren. Dat zie je dus nu nog. Die simuleren we. Ik bedankt voor het kijken. Alvast druk op Diamotie heb gedaan. En dan zeg ik zoals de tijd. En zoals nu. later! Put a little bit of shim, put a little bit of shim, put a, yeah. a little bit